Ik ben onderweg naar mijn afspraak met Leonieke Osinga en zij gaat me alles vertellen over executive coaching. Leonieke, executive coaching, wat houdt het nou precies in? Nou, dat richt zich met name op topmanagers, bestuurders en ondernemers. En we kijken daarbij niet alleen naar de persoon in zijn rol of als mens, maar ook naar de organisatiecontext. Dus je kunt je voorstellen dat je ook dan een vertrouwenspersoon bent en een sparringpartner op strategisch niveau. Oké, en met wat voor vraagstukken komen ze vaak bij jou? Heel divers. Ja, het kan gaan om work-life balance. Nou, dat kennen we allemaal. Alleen op dat niveau wordt je vaak wel echt geleefd. Maar het zit me ook heel erg in verbinding. Dus, zeker met bijvoorbeeld reorganisaties. Hoe zorg je nou dat je draagvlak creëert? Hoe blijf je in verbinding met je mensen? Hoe weet je wat er speelt? En welke rol neem je dan bijvoorbeeld in? Ook eenzaamheid is wel een thema op dat niveau. Want je kunt niet zomaar alles delen met je directieleden of met je MT. Dus dat is wel heel fijn als je dan een onafhankelijk, neutraal iemand hebt met wie je kunt sparren en die je verder brengt in je ontwikkeling. En nu zijn er de laatste tijd zoveel verschillende soorten coaches. Hoe zorg je er dan toch voor dat je als coach onderscheidend blijft? Nou, primair door vooral heel dicht bij jezelf te blijven. En van jezelf te weten wat je kunt en wat je misschien beter aan een ander over kunt laten. Voor mezelf is het zo dat ik heel erg geïnteresseerd ben in neuroscience. En die inzichten uit de neurowetenschap neem ik ook mee in mijn coaching. En dat maakt dat ik veel pragmatischer, veel diepgaander kan coachen. En ook veel effectiever, langdurige resultaten weet te bereiken. En mijn tip is, weet je, iedereen heeft wel een blinde vlek ten aanzien van zijn eigen gedrag of zijn functioneren. Dus als je nou echt wilt werken aan je ontwikkeling, schakel dan een professional in die gericht kan werken aan datgene wat jij ambieert. En niet als ego, maar echt als mens of als professional. Dus je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.